Naar een nieuwe video van de Vintage Week. Ik ben vandaag met... Met Roy. Met Roy! Expert in de kringloopcultuur. Vandaag zijn we in Dordrecht en wij gaan... items uitzoeken? Ja, we gaan zeg maar voor elkaar items uitzoeken, kleding items. We wilden eerst outfits doen, maar ik weet niet of dat gaat lukken helemaal. Dus we gaan gewoon kleding items voor elkaar uitzoeken en ik ben heel benieuwd wat je voor mij de mannen selectie is klein, dus ik wens je heel veel succes. En ja, ik wens mezelf ook gewoon succes. Ik ben hier niet goed in. Nee, Roy doet echt... Jij vintage shop nooit. Nou, toevallig is dit vintage. Echt niet. Ja, van de Zipper in Amsterdam. Oh, dat is echt cool. Ja. Een leuke winkel. Nou, in ieder geval, we zijn niet in zo'n winkel, maar we zijn dus in een kringloop. Ja, kringloopcultuur. Daar gaan we. Nou jongens, we zijn er. Roy die heeft ook zijn vlogcamera bij, dus we gaan jouw beelden ook zien. Oké, okay, are you ready? Oh, wacht. Oh, ik voel dit. Een beetje stuk tv moment. Los dit. Okay. Ik ga. That way. Daarheen, in de kleine hoek. Al deze zooi. Ik heb een heel mooi paradijs van vol met leuke kleren. Hé, waar gaan we voor? Kleurrijk voor mij zeker. Ja. Nee, doe maar gewoon leuke items. Oké. You got this. Succes. Dag. Ik zie je zo, hè. Doei. Oké, jongens. Nou, ik heb dus helemaal niet zoveel keus. Dus, dat wordt wel moeilijk. Oh jongens, ik vind het een beetje heel erg spannend. Ik heb het nog nooit gedaan, dus het wordt hartstikke leuk. We beginnen hier lekker met een cargo broekje. Ja, het is wel fantastisch. We gaan eerst even over oriënteren. Misschien is het wel leuk. Leuk jasje. Eerst even bij de jassen kijken. Ik ga even een mandje halen. Wat is je maat? Meestal M, maar het kan ook een L. Oké. Kijk, ik zag dus dit. Maar ik weet niet hoe dit past. Maat 38. Ik zocht dus een trenchcoat voor hem. Ik denk dus dat het echt veel te lang is. Maar Roy is ook best wel lang. Dus misschien past hij het wel. Deze is best wel mooi. En maar €13. Look. Oké, ik heb dus denk ik op twee broeken. En misschien zie je het niet goed op beeld, maar het is een lila broek. En een hele mooie soort bruine met lichte streepjes. Wat misschien wel heel mooi is. Kijk, die lila broek is een beetje een statement. Ik heb zelf ook een lila broek, dus daarom dacht ik eraan. Kunnen we lekker matchen, hè, Romane? Maar ja, weet je, we kunnen ook gewoon een trouwjurk doen. Zullen we dat gewoon doen? Zijn we gewoon klaar? Heerlijk. Oh, we hebben hier ook zwangerschapbroeken. Dan kan je buik er lekker in. Maar ja, daar beginnen we nog niet aan. Kijk, er zijn hier alleen maar colberts en Roy die draagt geen colberts, volgens mij. Deze broek is wel heel mooi. Ik weet niet of het zijn maat is, but I love it. Als je het oprolt en dan met sneakers. Nou, het ziet er niet uit op beeld, maar dit is misschien een heel leuk klein overhemdje of iets, of een soort jasje. Ik weet het niet, maar wel een beetje losjes, moet wel even gestreken worden. En ik heb ook nog een hele mooie jas misschien. Een grijze, super mooi. En nou, ik heb wel een goed vol mandje, dus ik ben heel benieuwd. Ik vind een Zara blouse. Dan gaan we de chique stilo. Misschien wil ik nog een topje of iets of een overhemdje. Ik heb geen idee of ze dat heel veel dragen, volgens mij niet. Maar misschien is dat wel luist leuk. Misschien van deze kleuren, maar nee, gewoon niet. Ik vond, ik vond het hier ook leuk. Hier hadden ze een soort jasjes. Maar het is gewoon zo lastig, jongens. Ik heb best wel veel keus. Maar er is zoveel. Maar ik ben denk ik al heel blij met mijn selectie. Nu ben ik de t-shirts aan het kijken. En ik vind deze wel leuk, want hij is een crew neck. Dan kan hij hem in zijn broek doen. Gewoon basic tee. Echt iets. Ik zag net hier een hele leuke. Ik zal het even laten zien. Deze.
Maar die is veel te groot. Oh god, deze is echt super mooi. Hoe maat is dit? Mijn mandje zit echt super vol. Maar ik wil dus eventjes een... Even kijken wat ik wil en niet ga geven. Dus dat ga ik nog even doen, want ik heb nu maar wat gepakt. Heb je veel? Oh my god. Jij hebt veel meer. Nee, ik heb twee jassen, dus daarom is het een beetje veel. Oh, ik heb ook twee jassen, maar een hele dunne ook. Oh, dus eerst... Ik ben ook erg benieuwd. Ik denk dat ik alles wat te groot heb gepakt. Ja, dat geeft niet. Maar... Ik kan het fixen in mijn broek. Ik heb het ook misschien hoor. Zijn. Ik heb een beetje een andere stilo. Ik heb een beetje bij jou gehouden, maar ook een beetje een andere stilo, want er was niet zoveel keus. Ik heb misschien een gekleurde broek voor jou. Oh god. Ik ga het vasthokje van Roy inrichten. En ik heb deze. Hij wordt echt een badass. Maar hij is helemaal niet zo groot. En Roy is echt een stuk langer dan ik. En ik denk dat deze echt wel cool is. Ik vind hem echt super mooi eigenlijk. Kijk dan. Ik heb Roy nog nooit in zo'n jas gezien. Dus ik ben zo benieuwd wat hij van vindt. Oh my god. En ik dacht, eigenlijk best wel een setje. Kijk, zo'n gewoon een simpele lange mouw trui. Als hij nou eronder doet. We zouden geen outfits doen, maar kijk. Dat zou echt wel best leuk kunnen zijn. Hallo, we gaan eens even dit allemaal inrichten. Ik ga misschien toch een setje proberen te maken. En ik vond dit jasje... Ja, het ziet... Kijk naar mijn jas nu. Is niet goed, hè? Nee. En dan kies ik dit. Ja, ik weet niet. Maar misschien wordt het wel hartstikke leuk. Maar deze... Deze is nog wel wat. Oh. Is toch nog wel netjes. Dus ik ga hier wel even iets mee maken, denk ik. Dit is een leuk blousie, maar die moet flink aan de strijk. Misschien dit zo. Oh my god, dit is echt leuk. Ik ben wel in de grijze tintjes gebleven. T-shirt had ik. Maar dan moet hij dan wel echt in zijn broek doen. Kijk, daar is de fancy lila broek hoor. Hé, hey, maar even. Deze is cool. Deze is wel leuk. Maar hij is echt veel te groot. Deze stak zelfs van mijn broek af, denk ik. Maar lekker flare broekje. Nou, we komen nu achter dat ik eigenlijk niet heel veel items heb. Deze broek is ook veel te groot. Zelfs voor mij. Oh my god, dit is echt heel erg. Ik ben heel slecht hierin. Jongens, dit is het nu. Maar even, één ding. Wat je heel veel ziet is toch wel grandma. Maar ja, we gaan het gewoon proberen. Ik ben een beetje onzeker nu over mijn keuzes. Daar gaan we. Oh my god, I can't. I'm so scared wat Roy van mij heeft. Maar goed, we gaan het zien. Oh, daar gaan we. Succes. Ja, nee, ik kan het niet met mezelf, hè. Ik heb echt best wel leuke dingen. Oh, ik ben heel benieuwd. Oké, okay, zal ik eerst jou laten zien? Oké. Okay. Jij hebt zoveel gehad. Kijk, dit is eigenlijk een setje. Die kontra is toch best wel mooi? Hij is nog je hebt nog nooit een coltrui. Jij nee. Wel? Jawel, op zich. Of heb je wel eens een coltrui? Nee. Nou, ik vond deze coltrui best wel leuk. Hij is echt niet verkeerd. Nee. En dan deze trui. Best wel leuk. Liberty. Leuk merk. Dat meen je niet. Nee. Oh. Zeg maar wat, ik ken het. Mooi groen netje. Jij weet wat jij doet, hè? Echt. Nee, ik meen het. Jij gaat lachen als jij dadelijk naar binnen En dan gaat. Heb ik nog dit, want dit vond ik echt iets wat je zou dragen. Oh, maar dit is wel te dun. Is het te dun? Ja, ik ga hier een pyjama vibe van krijgen. Maar je moet even in je broek gewoon. Oké, oké. Just gaan, try it on. We're gonna make it work. Oké. Okay. Dan heb ik hier een chic setje. Oef. Kijk, een Zara blouseje. Heerlijk. Ik heb je nog nooit in een blouseje gezien. Oh, heb ik wel eens een paar keer aangehad. Oké. Okay. Heb ik aangehad in Milaan. Maar dat is een t-shirt blouse. Dat zocht ik. Oh. Maar je kan de mouw afknippen. Oké, we gaan het zien. En dan heb ik deze broek, maar ik denk dat het hem te groot is. Maar... Die kleur helemaal love it. Oké, okay. Dan heb ik nog een trenchcoat voor me, die is veel te lang, denk jij ik. Hebt zoveel? Ik heb echt niks aan, hè? Weet je, kijk even hoeveel hij heeft. Ja, nee, maar ik ga even. Look at this. Oké, verwacht niet te veel, oké. Ik heb heel veel kleuren, dat vind ik het echt niet leuk. Nee, ik heb maar één gekke kleur. Gekke? Nou ja, hij is niet zo gek, want je gaat met mij matchen! Okay. Veel te groot. Veel te groot. Die is nog groot. Maar ik vond deze heel mooi. Hij is heel mooi. Nee, kijk die strepen. Mooi. Ja, vind ik heel leuk, maar... Dat wordt het... Ja? Ja. We're gonna make it work. Oké. Ik vond dit jasje heel leuk. Ja. Want die kan je misschien zo een beetje off the shoulder. Oké, ja. Voor een leuke foto. Ja. Weet je, koop je hem wel voor 4,50 voor een fotootje, maar misschien leuk. Nou, met deze broek, dit is misschien mijn
setje. Ik heb nu al heel erg veel spijt. Oké, je hebt de broek. Okay. Die gaat met een mooie zwarte blouse. Die ga je erin steken. Maar toen zag ik dit. Ik vind een body echt heel leuk, hè? Oké. Maar dit vind ik wel viezig. Doe hem maar los in je broek. Oké. Ja, misschien leuk. Met een leuk jasje. Ja. Oh jongens, ik kan dit niet, hè? Wees goed. Nou, ik ga. En dit wil je niet samen, toch? Nee, dit past er niet samen. Oké, nou dan. Ik doe het wel over dan mijn doen outfit. We deze. Ja. Met de lila broek. Oké. En dan de jas. Dit was toch met de lila broek? Ja, maar ik ben onzeker. Het gaat passen. Dus dit is wel fucking leuk. Oké, dan gaan we. Momenten. Oké, ja. Ik ben zo benieuwd. Ik denk echt dat het cool is. Pretend to be hetero. Maar, gast. Dit is fucking leuk. Het staat je echt fucking goed. Ja. Kijk even, het sluit gewoon aan, jongens. Aan mijn pro. Echt, jij bent echt goed, hè? Holy shit. En zelfs dit vind ik, zelfs deze vind ik leuk. Ik vind hem wel een beetje. Ja. Ja. Maar en als je hem in je broek een beetje zo. Ik ben echt bizar onder de indruk van mezelf en van de leren jas. Ik had niet verwacht dat het je echt zo zou staan. Mij ook niet. Je lijkt echt heel mannelijk. Dat ben ik niet. Nee, maar echt, echt. Look at this. En nog met die. Ah. Ja, ja. Nou. Next one. En hoeveel, ja, maar hoeveel is de outfit? Oh. Hoeveel is, want ik kan dus de. Okay, de jas is €19. Waarschijnlijk is het wel echt leer. Dus je gaat hem sowieso niet kopen. Maar hij staat je heel goed. Het is een S. Zo. Zo. Ik kan weer mijn zak steken. Hè? Wat een vondst, hè? Zo. Nee, maar pas. Hey, ik vind dit heel leuk staan. En dit? Wat vind je daarvan? €4,50. Dat is echt niet veel. Hij is echt super mooi. Ik vind hem ook wel mooi. Maar hij lijkt gewoon nieuw, hè? Ik vind hem niet matchen met de broek. Nee, maar ja, je hebt een grijze broek aan. Ja. Het staat je echt, ja, echt. Oké. Okay. Oh, hij is al een beetje te klein. Een beetje te kort wel. Oh, ik voel me nu wel echt een artie-fartie man. Ja, alsof je op Amfi zit. Op het Amfi. Zeker. Maar, jij moet wel meer kotrui gaan dragen, vriend. Oh, vind je dat? Ja, kribbelt het een beetje. Ja, maar dit ja, ook. Nee, sorry. Ik heb de maat niet helemaal goed misschien gezien. Misschien was jij hem. Ja. Oh, hey. Ik vind het best netjes. Ik vind het best cool. Ik weet wat ik mooi vind. Die crew neck is echt strak. Om je crew ik ook. Nek. Om mijn crew. Om je nek. Om mijn nek. En hij is natuurlijk niet gestreken. Nee, maar. En ik vind dit ook best wel leuk. Zo een ja, beetje lang. Ik ook. En kan je zou je ook nog een beetje op kunnen rollen. Ja, want dat was wel mijn bedoeling. Ja. Oh, look at you. Oh, ik vind deze wel lekker. Hoeveel was deze? Mag ik even kijken? Tuurlijk mag ik ook. Oh, er zit geen prijs op. Nou, great. Kost niks. For free. Oh mijn god. Oh mijn god. Is dit een jurk? Is dit een jurk? Want ik zag ook dingen hierin hangen voor BH's. Is dit een jurk? Nee, toch? Nee, maar dit doe je toch niet aan? Behind the border. Dit. Ja, dit heb toch? Ik ook vroeger gehad. Ja, hè? Dat wist ik. Daarom dacht ik daaraan. Wat is dat? Zo, hallo. Wat is dit? Nou, de spieren. Kan ik me wel ruiken? Oh, gets. Nee, jongen. Ik merk dat je het niet leuk vindt. Oh, nee. Gets. Is het een gekke plooi bij mijn pik? Oh. Goh, Sammy. Het ziet eruit alsof ik opgewonden ben. Oh god. Zeer benieuwd. Dit is trouwens nu mijn outfit van de dag. Mijn nieuwe broek. Nee, wat? Mooi bij me. Bij je pik. Oké, ik ben echt benieuwd. Are you ready? Ja. Oh my god, volgens mij is het echt heel mooi die kleur. Oh my god. Maar die. Oh my god, ik vind het nog best wel cool. Het is nog best. Oh, ik zie de plooi. Ja, je ziet de plooi. Kut. Let er maar even in. Oh mijn god, maar kijk even. Ik vind het nog wel een stilo. Hé, hey, en die blouse staat je ook echt goed, hoor. Is wel een iets te strak. Hij is wel iets te strak misschien. Ik kan er niet zo. Nee. Maar, niet zo gek. Maar deze broek. Ik vind het wat hebben. Misschien ga ik er even op in, even iets met een riempje doen. Ja, weet je wat zou staan bij jou? Zo'n tassie erbij. Oh nee. Oh, dat moet dat zo? Nee, hè? Oh, hij is te strak. Ja. Oh nee, ik weet niet hoe dat werkt. Ja, zo in één arm. En nu een planga? Een planga. Kom ik met mijn woorden hoor. Oh mijn god. Ik heb nog een nieuwe jas dus. Oh, dat is toch maar. Die is goed.
Wel fashionable. Zo, maar ik voel me wel fashion week. Nee, nou ja. Ik vind het eigenlijk wel cool staan. Ik vind het ook niet zo gek. We lachen wel, maar ik vind het niet zo gek staan. Ik vind dat ik het nog best goed heb gedaan. Heel goed. Wat voor cijfers zou je me geven? Nou, echt wel. Nou, oké. Weet je, sommige maten. Nee, kijk, qua maat ga ik ook niet kijken. Ik ga echt kijken qua hoe het staat. Echt wel. Ik heb ook niet op... Echt wel. Dankjewel. Ja, ik vind ook wel dat ik het goed heb gedaan. Maar deze jas staat wel met die schoenen. Ja. Ja, misschien. Ja. Die denk ik ook, maar dat is wel cool. Cool, hè? Ja. Hey, kunnen we hem niet in de was doen, dat hij wat kleiner is? Ja. Dat is eigenlijk een goed idee. Dat is echt best wel een goed idee. Maar ik vind dit wel een beetje. Dit, ja, maar ik vind dit echt super mooi, dit detail. Want mag ik hoeveel? Ja, we weten niet hoeveel jullie is. Ik heb maar zomaar gepakt. Dan is die 5 euro. Hou je bek. 13. Nou, sorry, maar dat is echt niet duur. Hè? 1,25. Oh, nee, dat is een riem. Nou, ik dacht wel, sorry, maar daar kan je... Daar kan je toch niet voor gaan plukken? Nee, maar sowieso, deze kringloop is echt super goedkoop. En ik vind de kwaliteiten echt super. Oké, Ro. Kom er maar uit met je mooie overshoulder ding. Ik heb hem niet overshoulder, maar het is gewoon... Dat is een beetje uitgezakt. Of niet? Ik vind hem nog niet zo gek, maar het is een beetje Romana uit 2006. Nou ja, kijk, dit is een soort Colbert. Dit vind ik niet mooi, maar kijk, de Colbert van... Is wel oké, maar is het gewoon... Kijk, nee, dit is oude Romanen. Off-shoulder ding. Oh, nee, nee. Oef. Nee, misschien één shoulder. Nee. I'm not feeling this. Nee. Oh, nee, nee. Dat is niet zo goed. Oké. Okay. Ja? 36 in boeken, misschien 34. Kijk, als je hem pakt. Wat staat erop? Ik heb maat 34, 35. Oh nee, een flinke riem heb jij nodig. Heb jij die riem nog? Oh ja. De look is fixable. Fixable. Oh. Maar kijk even dit. Maar dit heb ik gefixt. Kijk, ik heb een S. Ik vind hem zo cool. Ja, maar dit is echt niet te doen. Nou, oh nee, nee, als je loopt. Is wel, hij is wel echt te groot. Je maar echt je hebt het zien. Echt goed gefixt. Goed hè. Maar... Ja, maar kijk. Oké, als ik het zo doe. Ja, dat is leuk. Dit is wel leuk. Ja, fantastisch. Maar dit is wel te... Je zou hem korter kunnen knippen. Zou dat werken? Oh, Romaan, wat kan ik... Ik kan het niet zonder jou. Of het erg. Dat zou ik dan echt helemaal... Oeh. Heel laag. Oh, maar die broek vind ik ook eigenlijk wel leuk, hoor. Ja, maar hij is niet... Oh, nee, hij is... Nee. Het idee snap ik. Ja, snap je me? Ja, ik snap het wel. Je bloed kan wel. Ik vind... Hé, hey, weet je, jij hebt geen lila broek. Ik vind het toch nog best leuk. Daar gaat het. Dat is een goed idee. Maar die blouse... Het is wel, kijk, want hier zit geen knoopie. Oh. Het is echt laag. Ik heb niet zo gedaan. Leuk voor het uitgaan, schat. Want hier valt hij ook gewoon goed. Ja, de broek is niet echt zo goed. Oh. Nou, misschien ja, is het... dan met deze jas erop. I'm gonna show you. Ja, misschien is het wel leuk. Wie weet? Wie weet. Misschien is het nee, te fixen. Ja, dat wel. Echt? Ja. Oh, maar de jas vind ik nog best leuk. Nee, ja, niet met dit. Nee. Nee. Maar de jas is best leuk. Nou, de jas is de beste vondst. Ja, die jas vind ik ook eigenlijk wel leuk. Hij past gewoon echt. Hij past echt. Ik dacht nog bij de jas, oeh, hij is een beetje groot. Nee, de broek heb je een beetje gecalculeerd. Gecalculeerd. Ja, nee, leuk. Maar gaan we niet kopen, hè? Nee. Nee. De blouse is 3,95. Dat is echt niet veel. Nou. Nee, dat vind ik echt leuk. Nog best leuk. Ja, vind ik... Oh, daar heb ik echt nog iets goeds. Ja, en de broek vind ik jammer, want ik hou echt van zulke broeken. Ja. Dit. Alleen, het is gewoon echt... Misschien moet je maar even zelf kijken zo. Ik heb weer mijn kleding aan. Roy, heb jij iets... Wat je misschien gaat nemen. Oh, ik neem misschien wel de broek mee. Of ik ga en kijken broek? Voor iets ja. anders. Maar wel zo'n broek. Maar niet deze. Jas, hoor. Nee. Ik zeg net tegen Roy, waarom heb je deze niet gepakt? Dat hij mijn andere, waarom heb je niet gepakt? Ik weet niet, ik voel het niet. Ja. Jawel. Hij is echt heel mooi. Hè? Ja. Maar is deze de lengte? Ja, misschien te lang, maar... Hier. Oh, ik weet niet. Die is wel netjes. Een Canada. Oh nee, Canada. Maar ik zou dit dan op shoulder doen. Ja. Oh my leuk god, dat is best wel leuk. Is het te lang? Kan in je broek. Kan in de mand. Kan in de mand. Look.
Leuk, hè? Best wel leuk. Zie je het opnieuw in Koolbocht? We staan weer buiten en Roy moet even een verhaal vertellen. Nou, even. Ik heb toch de broek genomen. Ja, want hij is te mooi. Hij is wel heel mooi. Misschien kan ik hem iets inkorten of iets anders dergelijks echt... doen. Staan we bij de kassa. Nou, hij was 4,95, dus ik pin. Fucking goedkoop. Oh, u krijgt hem voor de helft? Ja! 2,50. 2,50 voor die broek. Oh, mooie broek. Nou, ik vind het echt... Echt heel goed. Dankjewel, hè. Jij hebt me uitgezocht. Ja! Ja. Jij en ik heb een witte trui gekocht. Hij is toch wel heel leuk. Maar... Ga ik echt snel. Zie je? Hij ruikt zo schoon. Hij ruikt helemaal naar was. Maar ik ga Heerlijk. Deze dus zeg maar zo off-shoulder doen. Deze kringloop. Ik raad het hem echt. Ja, opnieuw Co in Dordrecht. Echt zo goed. Hij is echt goed, hè? Zo groot. Heel lieve groot. Mensen. Echt heel lief. En nou ja, dat was het. En ik wil eigenlijk ook gelijk de video afsluiten. Oh nee. Het was fantastisch. Thanks for being in my video. Dat is helemaal goed. Als jullie me even een goede duim geven. Dan, en even abonneren op Roy als hij weer gaat uploaden, want oh my god. En, en dan zie ik jullie morgen met een nieuwe vintage video. Oh. Oké, okay, bye! Doei.